Dit is het RTI-nieuws van dinsdag 2 maart, met vandaag. Tweede Kamerlid Fred Teeven bezoekt Hilversum. Lijsttrekkersdebat in De Meent. Wim de Bie als mentalcoach. Gisteren was Tweede Kamerlid en oud-officier van Justitie Fred Teeven op bezoek in Hilversum. Ja, goedemiddag, dames en heren. De VVD staat midden in Hilversum, dus de VVD staat ook dicht bij de mensen. En daarom zijn we vandaag naar u toegekomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zaken gebeuren in overleg met de bevolking. En dat ze niet worden opgedrongen aan de bevolking. En dat is precies wat liberalen, wat de VVD graag wil. Samen met VVD-raadsleden en betrokkenen uit de buurt bezocht hij de Cocon en de onlangs overvallen bakker Oscar Kromhout. Ik vind het gewoon heel slecht dat je hier in op zich een hele goede wijk en recht tegenover een kinderspeelplaats, dat je zo'n gebouw hier vestigt. De Cocon die heeft veel problemen veroorzaakt hier. En daarom zeggen we ook, met name ook op het gebied van veiligheid. En daarom zeggen we van wij vinden het belangrijk dat we dat aanpakken als VVD. En daarom zijn we hier nu gestart. Er komen hier geen kinderen meer spelen als hier in de zomer de mensen met de drankfles over de stoep heen lopen te rennen. Ja, ik ben overvallen door twee jongens met een pistool. Ze kwamen achter de bakkerij binnen. Ja, dat is heftig. Een klein beetje kasgeld, maar de winkel was nog niet open geweest. Dus het is echt en wat persoonlijke dingen, mijn portemonnee, sleutels. De officier van justitie heb elke keer de handrem aangetrokken, zeg maar. Dus de politie mocht niks. Naar aanleiding van dit bezoek eist Fred Teeven van de minister van Justitie opheldering over het binnen één dag vrijlaten van de overvaller. Alle partijen hebben volgens mij de meent hoog in het vaandel en het zal vanavond moeten blijken wat ze de meent te bieden. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen werd Politiek Café gehouden in de Hilversumse meent. Daarbij waren de lijsttrekkers van alle politieke partijen uitgenodigd. Voor deze bijeenkomst hebben alle politieke partijen een aantal vragen van de bewoners van de meent gehad over zaken die in de wijk spelen. Maar waarom niet gewoon appartementen gebouwd? Want die senioren hier, die zijn over 15 jaar weg. Dat is namelijk de vormgeving van het gebouw, want het is meestal een sluitstuk. Maar ik hecht ontzettend aan dat wij als meentbewoners daarom inspraak in krijgen. Grijp gewoon de vraag. En het lijkt mij helder dat je dan ook goed moet nadenken, wat zetten wij daar neer? Als het aan ons ligt, dan gaat die wethouder dat ook oppakken. We hebben dat in de afgelopen jaren toch heel anders gezien. Ik ga jullie er allemaal aan houden. Inderdaad zodanig dat een weesper, een oude weesper, in Weesper kan blijven wonen. En een oude Hilversumse meenten in de Hilversumse meenten. En ik vind dat nu er uitsluitsel is dat wij ook ons met des te meer energie voor de Hilversumse meenten moeten inzetten. Ik vind het prima dat wij in eerste instantie kijken hoe wij mensen uit de meent die woningen kunnen toewijzen. Maar ik vind niet dat we dat moeten volhouden. Gaan we hier een hele avond vullen en dan bereiken we niet datgene wat we willen. Omdat er verkiezingen zijn binnenkort en wij proberen vanuit de wijkorganisatie de bewoners van de wijk direct te betrekken bij hun leefomgeving. En die verkiezingen hebben straks gevolgen, althans de uitslag van die verkiezingen, gevolgen voor ook onze eigen leefomgeving hier in Hilversumse meent. Dus vinden we dat mensen op de hoogte moeten zijn van wat politieke partijen met de meent willen. Tja, wat verwacht je van een debat? Voornamelijk wel met wat voor plannen ze denken te komen. Nou, dat het een boeiend verhaal wordt en dat we nog wat wijzer worden. De woondienstenzone. Centrum, hè? Woondienstencentrum. Nou, dan vind ik inderdaad de woondienstenzone belangrijk, want er zijn heel veel mensen die hier willen blijven wonen in de meent en die niet meer in zo'n groot huis kunnen blijven. Dus dat vind ik inderdaad een van de belangrijkste punten. Dus het betekent ja, een woondienstenzone. En dat betekent natuurlijk ook bestuurlijke en ambtelijke capaciteit voor vrijmaken. Maar kijk wel wat realistisch is om te realiseren binnen een bepaalde termijn. Ja, nee, ik hoop wel dat er wat duidelijke uitspraken komen. Maar de oplossing zal de komende 4 jaar moeten komen. En wat partijen hierover te zeggen hebben vanavond,
Dat zal misschien mede voor mijn bewoners uitmaken als welke partij ze gaan stemmen, kiezen. Woondienstenzone is wat ik vanop heb gemerkt eigenlijk in de gesprekken. Is dit het hart van de democratie? Hier in het Mediapark in Hilversum worden de verkiezingen van 3 maart en 9 juni 2010 via tv, radio en internet voorbereid, met tv-debatten begeleid, samengepakt en over het hele land uitgestraald. En hier in de archieven van Beeld en Geluid wordt alles, maar dan ook alles, digitaal bewaard voor het nageslacht. Eén medium dreigt door de digitale overvloed het loodje te leggen. En dat is de poster. Het billboard met de verkiezingsaffiches. En hier in Hilversum staat er nog één als symbool van vroegere tijden tussen het Mediapark en het Trosgebouw ingeklemd. Ah, ah. Alle gemeentelijke partijen zijn natuurlijk bezig met internet, met frisse, vrolijke videoclips. Maar kijk nou eens naar dit lieve overblijfsel uit het pre-digitale tijdperk. Vroeger was dit een strijdtoneel met plakken en wildplakken en overplakken in de nacht. Stijfsel spatten in het rond. En zie nu eens, ach, wat een droevig billboard met wat droevige affiches. Maar ergens leeft dus nog het idee dat ik als zwevende kiezer met behulp van deze slogans en deze koppen mijn keuze zou kunnen bepalen. Laten we het eens proberen. Partij van de Arbeid. Iedereen telt mee. Ja, is dat waar? Ja, dat kindje telt niet mee, want mag nog niet stemmen. Sorry hoor. Hilversum durft te kiezen. Ja, waarom zou ik niet durven? Aanslagen op de stembureaus hoeven we gelukkig nog niet te vrezen. De kracht van nieuw leefbaar. Krachtige kop. Maar wat Peter met mijn stem gaat doen, kom ik niet te weten. Anja. Ah, Anja. Ja, Anja heeft er zin in. Dat is duidelijk. Wij SP. Wij van de SP, wij willen hier in Hilversum, kom ik niet te weten. Anders, ja, 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 ja. Maar mijn partij zou ook vaak nee moeten zeggen. Ja en nee, en anders stem ik er niet op. GroenLinks heeft zin in de toekomst. En dat is een stralende zon. Ja, dat is mij wel een beetje erg oud-idealistisch hoor, zo'n stralende zon. Dan krijgen we stabiel, betrokken, duurzaam. ChristenUnie, ja, maar ook orthodox-christelijk. En dat staat er niet bij, jokkebrokken. Oh, de kandidaat heet Jan de Wit. Dat is wel vertrouwenwekkend. En wie zien we daar? Een bekende Nederlander. Kennen we haar nog? Lijsttrekster Leonie Sazias. En de kreet is, een stem op Hart voor Hilversum is een stem op uzelf. Dat is een filosofische gedachte, want ik ga niet in de gemeenteraad zitten. Moet ik nog overdenken. Mijn conclusie. De moderne kiezer gaat af op personen. Ik moet dus uit de portretten kiezen. En dan kies ik voor Anja. Ja, sorry. Dat lijkt me nou een hele betrouwbare gemeenteraadsbestuurder. Blijft vasthoudend, verzet heel veel werk met een zonnige lach. Als ik in Hilversum zou wonen, woon ik niet. Als ik voor het CDA zou kiezen, doe ik ook niet. Kan ik niet zeggen. Maar ik ga gewoon voor Anja. Ik vertrouw haar mijn belangen toe. Het politieke affiche mag dan op sterven na dood zijn. Elders bloeit het als nooit tevoren. Kijk nou eens op het Trosgebouw achter dat oude billboard. Moet je eens kijken. Kijk, als de Tros een politieke partij gaat beginnen, vegen ze in één klap Geert Wilders in de prullenbak. Oei, 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 oei. En dat het politieke affiche bij de volgende verkiezingen helemaal is verdwenen, behoort tot de mogelijkheden, want kijk, niemand plakt meer. Niemand plakt op de ramen, maar, kijk eens even. Ja, 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 daar is ze. Zie je, ik zei het wel, ze stelt me niet teleur. Ah ja, ik ben eruit.